Vandaag start tijd voor mijn favoriete producten van de maand februari. Korte maand, dus niet zoveel favorieten als normaal. Maar ik heb toch een leuk clubje bij elkaar weten te verzamelen. Dus laten we snel beginnen. Als eerste de Chanel Vita Lumière Aqua. Deze foundation. Oh, trouwens, om te beginnen. Ik zit weer op een andere plek. Dit is ook mijn slaapkamer. Normaal zit ik zeg maar zo om. Want dan zie je zeg maar mijn bed zo op de achtergrond. Maar ik hoor dat jullie de belichting... Sommige mensen wilden graag dat ik hier ging zitten. En andere mensen vonden de belichting te veel van één kant. En nu zit ik echt recht naar het raam toe. Zoals je hierachter ook al kunt zien. Dus ik hoop dat dit beter is. Het is heel lastig met de camera zo neerzetten. Maar volgens mij lukt het. Dus nou, laat vooral weten wat jullie hiervan vinden. Ik kan ook weer in de woonkamer gaan zitten. Of gewoon bij een witte muur. Let me know wat jullie fijn vinden. En tutorials doe ik altijd. Nou, die doe ik altijd op dezelfde plek. Omdat het gewoon makkelijk is. Maar voor alle andere filmpjes maakt het mij niet zoveel uit. Dus we hebben keuze. Dus let me know wat je fijn vindt. Maar goed, terug naar de favorieten. Deze, de Chanel Vita Lumière Aqua. Dit is een foundation die super licht is. En voelt heel prettig aan de huid. Ik had hem gekocht op Schiphol toen we naar... Italië gingen naar onze trouwlocatie. En ik kocht hem en ik heb het verkeerde meegekregen. Want ik had niet de Vita Lumière, maar de Velvet. Ik had wel de goede kleur, maar dus niet het goede doosje. Daar kwam ik achter toen ik hem in Italië wilde gaan gebruiken. Dus dat viel een beetje tegen. Gelukkig kon ik hem op de terugweg heb ik hem kunnen omruilen voor de juiste. Want ik had hem natuurlijk nog niet gebruikt, want dat leek me niet zo handig. En toen kreeg ik eerst weer de verkeerde. En toen zei ze liggen gewoon helemaal op de verkeerde plek. Dus nou, toen had ik uiteindelijk de goede. En ik ben er echt heel blij mee. Een hele mooie lichte foundation. Daar heb ik ook een review van geschreven. Die zal ik anders hieronder wel eventjes neerzetten. Of in ieder geval in mijn blogpost. Op www.blondebeautyfashion.nl. Ik vind hem heel fijn. Gewoon heel subtiel. Geeft een mooie dewy finish. En ja, een fijne. Dan een oogschaduwpaletje. En dat is deze. Is van Sephora. En het is een soort van tasje, lijkt het wel zo. En hier zitten allemaal nude kleuren in en zwarte kleuren. Dus je kunt een heel mooi, zeg maar zo, een mooie naturel look mee maken. Of zo een hele mooie smoky. En ik heb deze vaak gebruikt de afgelopen maand. Het is sowieso een fijn modelletje. Het is super dun. Dus het neemt makkelijk mee. Niet de beste oogschaduw alle tijden. Maar gewoon wel echt qua kleuren heel erg compleet. En daarom pak ik hem wel graag. En de pigmentatie. Ik pak nu even twee lichte kleuren. Maar die is zoals je ziet gewoon goed. Ik zal ook even de donkere kleuren. Is gewoon goed. Alleen. Ik weet niet. Ik mis een beetje een matte... taupekleur. Dat is een beetje, want dat gebruik ik heel vaak in mijn arcadeboog. En deze is dan weer net iets te donker en net iets te glanzend, zeg maar. Maar desalniettemin pak ik hem vaak. Dus die moet zeker in mijn favorieten van deze maand. En daarbij, ja, ik vind het gewoon leuk dat je zoiets van Sephora, dat heeft niet iedereen. Want ik heb hem dan uit Amerika, dus ik zit alweer onder. Ik heb alweer een nieuwe bestelling gedaan. In ieder geval ook weer dingen voor de bruiloft, natuurlijk. Maar ja, deze, ik vind hem heel leuk, maar ik mis gewoon één matte, medium bruine of taupekleur. Dat is het enige wat ik er op tegen heb. Dan nagellakje. En dit is de Rimmel Salon Pro in 237 Soul Session. Ik ben nu een kuurtje aan doen, dus ik heb nu helemaal niks op. Maar met druppels van K-O-H. Nu heb ik even niks op de nagels. Maar ik vind dit een hele mooie nude kleur. Dit is weer een dupe van mijn favoriete Doutzens Nude van de L'Oréal Collection Privé. En deze is gewoon wel in Nederland verkrijgbaar. Daar heb ik ook een review van geschreven. Zal ik er ook hieronder of in ieder geval in mijn blogpost even een linkje naar zetten. Maar ja, hele mooie nude kleur. En ben ik heel blij mee. Ik ben sowieso dol op de rimmelnagellakjes. Eigenlijk wel van de andere serie. Dus die met dat niet zo'n dop, maar gewoon een smal dopje, zeg maar. Ik weet even niet wat het een naamverschil is, maar dit is de Salon Pro en eigenlijk net iets meer fan van de ander, maar desalniettemin vind ik dit echt een fijn lakje en vooral de kleur vind ik heel erg mooi en hij blijft goed lang zitten. Ik heb dus een manicure bij Co gehad laatst en zij vertelde me
Het was trouwens heel leuk. Het was een gratis manicure bij de Bijenkorf. Dus mijn moeder en ik hebben dat laten doen. En sindsdien heb ik dus nu een kuurtje voor mijn nagels. Maar zij vertelde dus ook dat je eigenlijk nagellak niet langer dan 5 dagen op je nagels moet laten zitten. Want dan moeten ze weer even ademen. En dat deed ik nooit. Ik dacht dat hoe langer het erop zit, hoe beter. Tenminste, als het mooi blijft. En deze blijft vrij lang zitten. Maar ik ga hem er dus sinds kort gewoon dan af na 5 dagen. Dan een lipgloss. En dit is de Infinite Shine lipgloss van Catrice. En dit is de kleur 030 Rose Would You. Super mooie nude kleur. Ik vind het echt een prachtige. Ik hou echt van dat oud roze. Ik heb zo'n favoriete blush van Catrice. Die helaas niet meer verkrijgbaar is. Maar die mijn haar wil niet. Sorry. Ik heb vandaag geshopt. En die vind ik heel mooi. Zo'n mooi oud roze. Bijna paarsige kleur. En dit is, ja, het is echt een hele fijne lipgloss. Daarbij voelt hij gewoon heel prettig aan. Ik ga hem even laten zien. Ja, ik vind het echt een hele mooie kleur en ik draag hem heel erg vaak. En natuurlijk lekker budget. Mijn handen worden er niet schoner op. Dan, en ik weet niet zeker of ik hem vorige keer al heb laten zien. Maar dit is mijn kwastenset van Zoeva. En dat zijn 8 kwasten. Hoe ga ik dit doen? Zo, 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 zo. Zo, 8 kwasten. En echt super fijne kwasten. Sowieso zijn ze natuurlijk gorgeous met dat roze goud en dat hele donkerbruin. Met dat tasje erbij, heel cute. Mijn favoriet is onder andere deze, de Blush Brush. Dit is de Luxe Sheer Cheek. In, dat is nummer 127. En deze, dat is de poederkwast. En dit is de 106 powder. Vind ik erg fijn. Deze vind ik heel fijn. Dit is de 142 concealer buffer. Heel fijn concealer kwastje. Mooie stijve haartjes. Ik vind ze overigens allemaal fijn hoor. Ik laat even mijn favorieten zien. En deze, de Luxe Petit Crease 231. Mooi puntje zit erop. Ja, vind ik echt een super fijne set. Ik ben er heel erg blij mee. Er staat nu ook een review van online. Zal ik ook even linken. Maar echt een super fijn setje. Deze die heb ik volgens mij vorige keer al laten zien, toch? De MAC Prep & Prime Translucent of Transparent Finishing Powder Pressed. Mocht ik nog niet hebben laten zien, ja, die heb ik dus hier in zitten. Maar die vind ik heel fijn. Dan 2 haarproducten. Vorige keer had ik het al over die Sebastian droogshampoo. En wat ik daar nu, die heb ik nu ook in. En wat ik daar dan graag bij gebruik, zeg maar. Die droogshampoo doe ik gewoon 1 keer. Als ik mijn haar gewassen heb, dan doe ik daarna die droogshampoo erin. Feun ik het eerst feunen, dan droogshampoo, dan weer feunen. En dan blijft het gewoon dagenlang niet vet, zeg maar. Dus ik kan er dan 4-5 dagen mee rondlopen. En dan doe ik daarna de Joico Texture Boost Spray in. En dit is een droge spray wax. En dit geeft echt, nou ik kan het even laten zien. Deze doe ik dus wat vaker in. Laat ik het even zo zitten. Nog even de andere kant. Zo. Ik ken het hele merk trouwens niet. Maar kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het is echt. Het smaakt erg lekker. Maar het geeft even net zo'n beetje. Qua structuur kan je het ook wel zien. Ja, ik hou daarvan. Echt een beetje van dat beachy effect. Ook heel leuk als je krullen hebt gemaakt trouwens. En deze gebruik ik dus nu ook heel graag. En die gebruik ik een beetje ook tussendoor. Dus dan heb ik dag 1 heb ik dat 1 gedaan. Dan doe ik dit bijvoorbeeld dag 2 erbij in. En heel, heel fijn. Ik ken het merk dus niet. Joico. Maar ik vind hem heel fijn. De Texture Boost. Dan als het ook om texture gaat. Heb ik ook sinds kort. En die weet ik ook niet of ik die al had laten zien. Of niet. Of dat ik daar in een ander filmpje over heb verteld. Volgens mij heb ik er in een ander filmpje over verteld. Als ik toen mijn haar deed. Dit is de L'Oreal Elnette Satin Hairspray. Maar dit is de textuurgevende formule. En dat staat hier. Ik weet niet of je het een beetje kunnen zien. Dus dit is anders dan de normale haarspray. Want L'Oreal Elnette is natuurlijk. Dat is de haarspray der haarspray. Vindt men. Ik ben het daar niet mee eens. Want ik vind hem niet super fijn. En ik vind de geur echt. Nee, gewoon. Deze heeft die geur niet. En dat maakt dat ik er wel blij van word. Want dit is dus. Waar deze nog een beetje
ja, die voelt een beetje plakkerig, zeg maar. Ik hou ervan, maar daar houdt natuurlijk niet iedereen van. Is deze echt, deze voel je niet, maar geeft wel textuur aan je haar. Dus zeker als je bijvoorbeeld een messy vlecht wil maken, dan spreek ik eerst dit in, dan kneed ik gewoon een beetje en dan ga ik daarna die vlecht maken. En dat geeft een heel mooi effect. Dus deze, de textuurgevende spray. En dan als laatste een fashion item. En dat is deze tas. En ik vind het zo'n fijn tasje. Hij is van Stradivarius. Ik moest even nadenken. En eigenlijk zat hier een kettingje aan die twee ritsjes aan elkaar verbond. Maar dat vond ik er niet uitzien. Een soort gouden kettingje. Dus die heb ik gewoon afgehaald. Dus ik heb een beetje rare ritsjes. Maar het is een heel fijn model. En ik draag hem natuurlijk vaak zo. Maar ik draag hem ook vaak zo. En hij is gewoon, zeg maar zo doe je hem open. Dus hij zit, eigenlijk heeft hij heel veel ruimte. En dan doe je hier natuurlijk de rits open. Maar hij heeft heel veel ruimte en toch is hij heel klein. Hij is gewoon heel smal. Dus ik heb er nu zit er van alles in. Maar als je er niks in hebt, is hij natuurlijk nog veel platter. Maar ik vind het echt een super fijn tasje. Een beetje van dat, het is natuurlijk gewoon plastic, maar het oogt een beetje, ja, als een soort structuurleer. En ik vind hem echt heel fijn. En zoals nu ben ik weer shoppen in Amsterdam. En dan neem ik niet mijn grote tas mee, maar alleen dit. Dus met een portemonnee en pepermuntje en een lipglossje. En dan kan ik er mee door. En ik vind hem heel leuk. En ik heb dus ook wel eens, als je hem als klutsch wil gebruiken, dan kan je het hier gewoon de hengsels eraf halen. En dan kan je hem gewoon leuk zo onder je arm. Dus ik vind het echt een superleuk tasje. Ik ben er heel blij mee. Dat was het. Dat waren al mijn favorieten van de afgelopen maand. Niet superveel, maar toch alweer een aantal hele fijne producten. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ontzettend bedankt in ieder geval. En ik zie jullie snel. Doeg! Okay. Iets meer dan 1,5 minuut. Wimpers krullen. Oh, ik ben oogpotlood vergeten. Oké. Okay.